voor wie nu in Amerika zit of er binnenkort heen gaat. Alle overheidsdiensten zijn dicht. En daar heb je ook als toerist mee te maken, want onder overheidsdiensten valt ook het grootste deel van de nationale parken en nationale musea. En die blijven voorlopig ook dicht, want het land beleeft een zogeheten shutdown. De Senaat heeft geen akkoord kunnen bereiken over de begroting van komend jaar. De Democraten wilden de begrotingswet alleen tekenen als 700.000 illegale immigranten die als kind naar de VS kwamen een verblijfsvergunning zouden krijgen. President Trump torpedeerde dat plan. En dus wordt de VS nu geconfronteerd met een shutdown. Maar wat is dat eigenlijk? En wat zijn de gevolgen? Een shutdown betekent dat alle Amerikaanse overheidsdiensten dicht zijn. Alle ambtenaren worden naar huis gestuurd, behalve degenen die onmisbaar zijn. Ze krijgen ook geen salaris. Zelfs de onmisbare ambtenaren worden niet betaald, maar ze moeten dus wel komen werken. Bij de vorige shutdown in 2013 ging het om 850.000 ambtenaren. Welke overheidsdiensten zijn er dan dicht? Nou, bijvoorbeeld veel ministeries: die van huisvesting en stadsontwikkeling, milieu, onderwijs, handel, gezondheid. Bij Defensie kan de helft naar huis. Dan gaat het om zo'n 370.000 mensen. De rest wordt als essentieel gezien. En er zijn meer essentiële diensten, de luchtverkeersleiding bijvoorbeeld, vrijwel het hele justitiële systeem en natuurlijk de politie. Het gaat dus alleen om nationale instellingen. Ambtenaren die werken voor een van de Amerikaanse staten werken gewoon door en krijgen ook betaald. Maar hoe komt het nou tot zo'n shutdown? Nou, het Amerikaanse parlement moet, net als het Nederlandse, akkoord gaan met de begroting voor het komend jaar. Maar door politieke ruzie lukte dat niet altijd. In Amerika is er sinds 1976 een stok achter de deur voor het geval de politici er niet op tijd uitkomen. Is er op 1 oktober geen goedgekeurde begroting, dan stoppen per 1 januari alle niet-essentiële overheidsuitgaven totdat de politici eruit zijn. Overigens kunnen de parlementariërs wel tijdelijk geld vrijmaken, zodat zo'n shutdown nog een paar weken vooruitgeschoven kan worden. Dat ging lang goed. Er waren wel shutdowns, maar ze duurden hooguit een weekend lang. Dan stapten politici over hun eigen schaduw heen en bereikten ze alsnog een akkoord. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw. Want in 1995, onder president Clinton, gebeurde dat niet. Er waren toen zelfs twee shutdowns. Eentje van zes dagen in november en daarna de langste uit de geschiedenis een maand lang. Sindsdien wordt de shutdown gezien als een politiek instrument, zolang je je politieke tegenstander de schuld van kan geven. De laatste shutdown was vijf jaar geleden in 2013. Toen moesten dus 850.000 mensen, 40 procent van alle mensen in dienst van de overheid, verplicht met verlof. De shutdown duurde 16 dagen, kostte 24 miljard dollar. Nu wordt rekening gehouden met een schade van zo'n miljard dollar per dag. En hoe lang het dit keer gaat duren, niemand die het weet. En oh ja, voor de toeristen is er nog één lichtpuntje. Het beroemde vrijheidsbeeld is toch open. De staat New York neemt de kosten van zo'n 65.000 dollar per dag voor zijn rekening. Kun je als bezoeker in New York toch nog ergens heen?